Ik start even weer de op. Ik start weer even de opname. Ja, doet hij het? Mooi, hij doet het. Hoi YouTube! Zijn we weer, we gaan naar de ijsgrot. Even kijken, 1548. Duidelijk. Beetje de tijd even een beetje in de gaten houden tot de afleveringen niet anderhalf jaar lang gaan worden. Ik vond Breath of the Wild niet goed. Ik zal hem niet slecht noemen. Ik vond hem niet goed. Ik zou hem echt maar een 6 geven of zo. Ja, je zou maar een aflevering hebben van anderhalf jaar. Volgens mij is de max nog steeds 10 uur. Tenminste, ik hoop het. Want echt, anders maak ik me echt zorgen. Maar ik herinner me nog de tijd. Oh mijn god, nee, ik ga het niet zeggen. Jawel, ik ga het wel zeggen. Nee, alsjeblieft, doe het niet. Doe het toch. Oké. Tot video's niet langer mochten zijn dan 10 minuten en 30 seconden. Wauw. Er zijn video's over de 10. Wauw. Nee, dank je. Ulrich. Ik wil je even waarschuwen. Wacht tot je groter bent. Dus zoals ik. Voordat je die grote vijanden aanvalt. Je bent bevrijd. Neem het over. Nu. En serieus. Hadden ze hem niet een beetje een Gaston-impressie kunnen geven? Zo, kleine. Je kunt beter even wachten tot je groot bent. Zoals ik. Voordat je die grote vijanden aangaat. Wil je wel een beetje zo? Het is wel grappig. Het is een camera die over een spoor heen kijkt. Hè? Oh, zo'n traincam, dashcam, traincam, dash, traincam, dash, train, dim, dim. Denk ook weer, ik snap je, denk ik. Kan ik eruit het raampje springen? Kan zeker. Is het verstandig? Nee. Gaan we dat doen? Nee. Maar wat een brutale werk eigenlijk trouwens, die ene draak zeg. Die hoe die ook alweer heette. Ik ben zijn naam alweer kwijt. Hoi. Dit lijkt op een secret to everybody. Waarom kan ik hierop springen? Waarschijnlijk zonder reden, maar dat maakt niet zo veel uit. Ja, de treincam. Dat zei ik net. Dat... Oh, jongens toch. Nou, doe jij heel eventjes wachten. Ik heb hier heel eventjes een paar diamantjes te pakken. Of die draak die ik je net heb bevrijd, die helpt je wel eventjes of zo. Nee, doet hij dat niet? Jeuk aan mijn neus. Nog steeds, hè? Nog steeds jeuk in mijn neus van de vorige aflevering. Met snufjes. Komt door waarschijnlijk door je snor. Oké, we hebben hier een sleutel nodig. Komt waarschijnlijk door je snor. Waarschijnlijk wel, ja. Zo! Flex! Die zat er gewoon even te flexen, man. Zo van, hey, bespeer me wel. Hallo. Spyro, een paar grote gnorks verderop dragen panzer. En in de ijsgrot kan panzer hun voeten glibberig maken. Hij zei het alsof dat er nog iets achter moest gaan komen. Glibberig maken. Oh, dat was al mijn tekst? Oké, doei, ik ga naar huis. Wat is mijn lievelingsfilm? Oeh, jongens toch. Ja, ik heb best wel veel lievelingsfilms eigenlijk. Hi. Ken mij die gem is. Ken mij die ook is. Ja. Nou, als er één film is die ik echt altijd kan blijven kijken, dan is het de Little Weapon series. Omdat dat ook een beetje emotionele waarde voor mij heeft. Maar... ja. Er zijn zoveel goede films eigenlijk. Laatst heb ik nog samen met Erik en hebben we nog Wreck-It Ralph 2 gekregen. Die vond ik op zich ook best wel decent. Even kijken, is dit nou de... Volgens mij is dat de weg naar de volgende plek, maar...
Klibber. Irritante Zubats. Oh, Super Mario Player, daar ga ik mijn mond over dicht houden. Want echt serieus, ik kan die film niet meer zien. Ik kan die film gewoon niet meer zien. War of the Worlds, is dat niet die alien film? Ja, toch? Die zo overheerlijk... Ja, ik weet welke film je bedoelt. Even, ik moet weg even. Bedankt dat je me hebt bevrijd. Henk? Volgens mij klopte jouw naam niet, maar jij was echt Henk. Hey, bedankt dat je me hebt bevrijd! Oké, sorry. Jij kwam bij Henk, jij was Henk waardig. Jij was echt Henk waardig, 100%. Ja, ik ken de film, maar daar ga ik dus niet te veel over zeggen, want echt serieus. Ik kan die film niet meer kijken. Ik raak hem echt. De laatste keer heb ik hem nog geprobeerd te kijken en heb ik hem gewoon halverwege afgezet omdat ik zo geïrriteerd was. Dus. Ik zeg niks. Ik wil niet iemand zijn favoriete film namelijk afkraken. Zo, dat is uit mijn systeem. Dus! Wat is er aan de hand? We kwamen Henk tegen. Voor de YouTubers, ja, echt serieus, ik ben interactief met de chat. Ik bedoel, Super Mario Play, die had het dan over van, ja, dat is zijn favoriete film. En Belgian Wolf, die vroeg mij dus, wat is mijn lievelingsfilm? Nou, toen kwam ik dus aan met, weet je wel, daar waren jullie bij. En toen kwam, War of the World van Super Mario Player. Bada zegt, ja, die is leuk. En ik vind hem dus totaal niet leuk. Dus jij wil graag mijn mening weten. Ik word zo ziek van dat kind. Van... Die dan een award heeft gekregen. Maar echt serieus, ik zit met mijn vingers in mijn oren van... Kun je ook iets anders als krijsen? Kun je ook iets anders als zeuren? Ik kan die film gewoon echt niet meer kijken. Ik heb echt gewoon echt zo van... En niet te vergeten het einde van de film. Spoilers. Ik heb eens een film... Ja, Musical Memoirs, je hebt ook voor mij een film gesloopt. Ja, dat ben ik niet vergeten. Dit is een death hole. Daar willen we niet in. Mimé, daar ga ik het eigenlijk wel zeker even over hebben. Je weet dat je ook Skyward Sword kon afpakken. En by the way... Breath of the Wild. En ja, dat kind jankt te veel. Oké, gelukkig. Zijn we het daarover? Nou, maar voor mij was het dus echt gewoon van... Dat kind jankte zoveel. Ik heb gewoon een film uitgezet. Ik vond het gewoon niet meer interessant. Ik zat echt gewoon met tegenzin te kijken. Elke keer als dat kind in beeld kwam, had ik echt zoiets van... Ik speel nog liever de Nederlandse Spyro. Dat is eigenlijk geen grapje, want echt snufjes uit was grappig. Ik hoop dat er nog iets grappigs tegen kan komen. Dat is naar huis, maar ik wil nog niet naar huis. Net zoals die Zeritans. Die broer die is inderdaad ook heel erg lomp inderdaad. Sowieso voor de YouTube-kijkers heb ik zoiets van... Wil je een keertje de film kijken? Kijk hem gerust, weet je wel. Maar ik kan hem gewoon echt niet meer kijken, sorry. Maar even waar dat Mume het over had van... Ja, dat die voor mij een film heeft verpest. Heeft een geweldig muzieknummer. Gelukkig hebben ze dat niet verpest. Poink. Poink. Dag. Had maar een duwtje nodig. Doei. Maar goed, in ieder geval de film waar ik over praat is... Never Ending Story. La 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 la. Die film, ik vond hem geweldig. Ik vond hem altijd geweldig. Ik kon er altijd met veel plezier naar kijken om hem maar op. Totdat ik hem samen heb gekeken met Mume. Kan die chat niet in de aflevering tonen? Dat zou ik kunnen doen. Maar dat zou te afleidend zijn voor deze game. Aangezien dat we fullscreen spelen. Hij staat al gewoon te flexen. Ik vind dat zo grappig. Maar goed, het probleem met de Neverending... Nee. Neverending Story was... dat iedereen... met zo'n... snelheid... Auw! Ik weet dat ik op moet schieten, maar echt serieus! Dat was zo'n cheap shot! Ik bedoel... Dat... was... zo...
Cheap shot. Kan ik beter met iets van Minecraft doen? Nou, sowieso ben ik al niet echt een fan van chat in de video te gooien. Als het voor YouTube zou zijn. Want op het moment dat het voor YouTube is. Of het is inderdaad iets wat je nog later zou willen gaan gebruiken. En er komt één troll in die gaat lopen schelden. Of die gaat proberen de scheldwoorden te neutraliseren. Waardoor dat het erin komt en nog steeds uitkomt als schelden. Goed gedaan, Spyro. Volgens sommigen was je er niet klaar voor, maar ik wist wel beter. En of ik klaar ben. Voor wat eigenlijk? Spyro, weet je wat het beste zou zijn van jouw voice acting in deze game? Als je gewoon je mond zou houden. Ik bedoel, degene die jouw Nederlands heeft gevoice-act... Nee. Sorry, gewoon nee. Oké. Nee, daar heb je gelijk in Super Mario Player. Alleen, dan gaan ze dus dat proberen te omzeilen. En die automods, die werken helaas niet goed mee. Ik heb dat inderdaad eerder gedaan met een paar streams. En ik wil dan zeker gaan kijken hoe dat ik dat verder nog een keertje ga doen. Of ik dat nog een keertje terug ga brengen. Maar sowieso, ik vind het belangrijk dat ik gewoon jullie goed kan lezen. Noem maar op. Kijk, ik vind als je dat weer in de beeld gaat gooien. Dan lijkt dat weer te veel van. Oh, ik wil een beeld, ik wil een beeld, ik wil een beeld, ik wil een beeld. Mag ik in beeld, mag ik in beeld, mag ik in beeld, ik wil in beeld. Mag ik nu in beeld, mag ik nu in beeld, waarom ben ik niet in beeld? Oh, ik ga spammen, want dan kom ik in beeld. Schiet niet op. Escher. Bedankt dat je me hebt bevrijd, Spyro. Waar was ik gebleven, hè? Weer een goeie! Yes! Jee! We hebben er weer eentje! We hebben niet aangekomen. Waar was ik gebleven? Oh, die was goed! Oh, er is nog hoop voor dit spel! Die was goed! Spyro, neem de lessen van. Notities. Schrijf op. Noteer. Sorry, maar die was goed. Dat was een goede voice acting. Ik ben trots. Volgens mij... Dat was best wel een lastig iets om op te komen, maar... Daarachter? Oké. Okay. Die kant op? Serieus, Parks? Oké. Okay. Als jij die kant op wil... Ja, Sparks, ik volg jou wel. Jij zegt dat we deze kant op moeten. Dan gaan we gewoon die kant op, hè. Ik bedoel, we hebben de sleutel nog... daar! Ik moet alleen maar uit de vogel hoe dat we daar komen. Volgens mij... Kwamen we daar ook alweer? Ik weet dat er een in-game map is die je aan zou kunnen zetten, maar... Ja, de oorspronkelijke... Die had het niet. En ja, deze die heeft het ook niet. Hallo YOLO Thomas en hallo Daaf. Welkom! Davia was er eigenlijk al, maar je bent een beetje snel, maar dat maakt niet uit. Sorry. Oké, dus daar zit dat plateau. Daar zit ook die sleutel. Ik dacht dat je daar zo zou komen. Dat dit lijkt een weg naar boven te hebben. Een kleine schuine weg naar boven toe. Dus. Waarschijnlijk. Maar je gaat hier toch naar boven toe. Ik heb zo'n idee dat we hier naartoe moeten. Zit daar nog iets achter? Nee. Nee, maar daar ben ik ook heel blij mee. Nee, daar springen we naar beneden. Ik wil niet naar beneden springen. Ja, of dat leidt ons wel naar de plek waar we heen moeten. Nee, want dan komen we hier weer uit. We moeten daar achterboven uit zien te komen. Moet dan hier doorlopen ofzo? Maar hoe dan? Daarachter zit niks. Ah, je hebt daarachter nooit gems liggen, maar... Yolo Thomas was er ook al een tijdje. Eeuw! Kun je nagaan, ik ben heel erg goed met streams en bijhouden wie er wel is en wie er niet is. Excuses jongens.
mijn best. Oké, volgens mij... Ah, er moet een weg zijn. Er moet een weg zijn. Er moet een weg zijn om weer terug bij het begin te komen. Oké, kijk eens hier. We hebben hier nog een tunnel. Boink. Iedereen die er is, hallo. Oké, dit lijkt wel ergens weer naartoe te gaan. Hopelijk is dit de route die we nodig hebben. Ik bedoel, ik weet dat ik een map zou kunnen gebruiken. But who needs a map? Oké, dan hier waarschijnlijk omhoog klimmen. En dan daardoor dat raampje heen. Kijk, want waar zitten we nu? Ja, daar hebben we die sleutel voor nodig. Daarachter zit dat plateautje. Dus waarschijnlijk moeten we dan toch door dat raampje heen. Jawel, jullie zijn allemaal even awesome. Jullie zijn allemaal geweldig. En jullie zijn super. Jullie krijgen allemaal complimentjes vandaag. Het is vandaag Nationale. Ik geef jullie complimentjesdag omdat ik aan het livestreamen ben. Kijk, zo kom je er. Je zou me net verkeerd springen, zeg. Het enige nadeel is, dan moeten we weer helemaal terug. Blijf rondjes lopen. Geen zorgen voor de YouTube. We doen altijd 2 levels. Dit was level 1. We doen sowieso 2 levels. Mocht het nou 2 kleine levels zijn geweest, ja, dan zou het een ander verhaal worden. Maar we doen sowieso 2 levels. Het is een livestream. Dus ja, sowieso zitten de streamers er gezellig bij. Hartstikke leuk. Gezellig. Dat ging me net goed. Maak je dat soort vaker, dat soort geluiden? Altijd. 23 jaar per dag. Nee, je bent irritant. Ik zal je naam er niet bij opnoemen, maar dat was een inkoppertje. Die krijg je gewoon. Gast die zegt, ik ben niet awesome, ik ben epic. Nee, je bent super irritant. Je bent 3 dus. Het is een hele mooie 3. Maar goed. Moet ik hem altijd een beetje mee treiteren. We hebben dit level in ieder geval naar 100%. Dus, tenminste. Ja. Dus we kunnen door naar het volgende level. Dus we gaan eerst naar huis. Zo, ik deed het. Zo, dat moet ik niet nog een keer doen. Welkom terug, Lars. Oef. Ja. Ik wou het al schrap doen, maar ik dacht bij mijn eigen van... Volgens mij ga ik dat toch niet halen. En ik zie dat ding. Nee, ik moet het persen. Ik moet het eruit halen. Ik moet het voor elkaar kunnen houden om gewoon helemaal de hele streak daarin vast te houden. Oef. Nou ja, we hebben in ieder geval er daar nog eentje. Dr. Schemp. Nou, gaan we naar Dr. Schemp. Waarom ook niet? Ik dacht dat iedere wereld zo ongeveer 5 tot 6 levels had. Ik weet niet hoe dat ik me daarbij moet denken bij hoe je je voelt. Oh, nog meer van die gekke dingen. Poink. Poink. Het grappige is, die lopen gewoon van de cliff af op het moment dat je ze niet tegen zou houden. Ja, kijk.
Ik vind het veel te leuk om die gasten niet aan te vallen. Weet ik. Nogmaals, ik zat te geinen. Oh, jongens toch. Er zit er eentje in de chat, die moet ik er altijd uit blijven leggen. Altijd weer, nee. Valt wel mee. Ah! Zo, hoi. Hoi. Oh, komt er weer een aan, komt er weer een aan, komt er weer een aan. Ja, ja, hij gaat ervoor, hij gaat ervoor, hij gaat ervoor. Zit hij nog achter me aan? Oeh. Ja. Ik vind dat zo leuk. Die zijn gewoon zo grappig. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar waarschijnlijk niet. Denk ik, ik weet niet. Oké, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Loop van de klip, loop van de klip, loop van de klip, loop van de klip. Jullie lopen niet van de klip. De challenge van de dag. Probeer die gasten niet te raken met een charge. Je ziet er vrolijk uit vandaag. Trek een broek aan. Iets met die gasten, denk ik. Of misschien die gast die zo blij is dat we hem hebben bevrijd. Die was ook wel leuk. Geloof me, titels die verzin ik echt altijd spontaan. En anders gewoon iets randoms, weet je wel. De kijker met een te grote neus. Wie bedoel je dan? Ja, dat... Geen naam. Ik bedoel, serieus, ik heb nog niet eens een aflevering... Ja, de eerste is gewoon van zoveel cringe, maar... Zichzelf zo cool. Je hebt geen idee hoe het was om de hele tijd naar hem te luisteren. Maar laat ik je dit vertellen. Hij kan maar beter uitkijken. Ja! Ik had liever iets gehad met de fik erin of zo, maar... jij lijkt een beetje op... Oh, hoe heet die gast van Crash Bandicoot? Oh, 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 oh. Ik verbrand je kont! Nou, gewoon Spyro de Dragon. Spyro, hou je wel! Sorry, ik zie hier een secret to everybody en dan moet ik daar eens naartoe. Ja, ik serieus. Moeder de vrouw met een lepel. Levensgevaarlijk, denk ik. Hé, hey, daar zit ook nog gems. Kan ik daarheen? Kan ik erin vliegen? Ik bedoel, ik weet dat je via de achterzijde hier heel erg hoog kon komen. Volgens mij is dat te halen. Oké, het is toch een grote gem van 25, dus dat is het wel waard. Maar waar hebben we dan de sleutel voor nodig? De kuif en de kont. Ook zoiets. Ik bedoel, echt serieus. Waarom moet hij zo'n dikke kont hebben? Waarom echt van... Ja! Hi. Oh, oké. Dus jij doet eerst... Hi. Ik bedoel, serieus! Het beest met zijn dikke kont. Hi. Wat gaan we nou doen? Oh, oké. Okay. Dan ga je dus een swirly doen. Oké. Okay. Swirly, duidelijk. Kom maar. Kom maar mee, swirly. La 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 la. Oké, zaten hier nog wel wat gems omheen? Want volgens mij, als we die gems daar nog pakken en dan dat kistje, volgens mij hebben we dan alle gems. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Dat hoop ik. Ja, dit was eigenlijk een soort van baas, weet je wel. Gewoon een soort van baas van de wereld. Die hadden ze ook toen de tijd. Ik ga er echt niet vanuit dat er 35 gems in één dat kistje zitten. Maar goed, wie weet. Nee, we missen de 10. Nou ja, we hebben Sparks nog bij ons. Ook al is Sparks een beetje moe.
Toch daar? Serieus, Parks? Oké, okay, nou, weet je wat? Weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Nee! Oké, okay, Bert, serieus. We gaan gewoon daar heel even kijken. Als Parks zegt dat daar iets zit, dan zal daar vast en zeker wel wat zitten. Al wijst hij meer naar beneden, denk ik. Ja, hij wijst meer naar... Oké. Dan een secret to everybody of zo? Secret passage? Is het nog buiten? Are you vogeltjes flirten? Ga gewoon heel even daar naartoe. Waarom ook niet? Ja, ja, Sparks, we gaan op die kant op. Rustig aan, makker. Dude. Waar ben ik 10 gems vergeten? Duidelijk. Heb ik weer. Ik vind het wel grappig dat het nou gewoon echt een... Het is nou... Zo'n zap is nou gewoon een vonkje dat... door die navies eigenlijk naar je toe komt. Waarom ga ik hier eigenlijk omhoog? Maar het is eigenlijk dus meer een zap. Eerst was het echt een bliksemschicht die over je heen kwam. Naar huis! Even kijken, we zaten 48, dus nu 18. Dus 20 minuten ongeveer. Doe ik het goed dan? Nee, het is een half uur. Ah, een half uur! Terug naar de Vredestichters! Echt, hè? Ik weet dat we hier nou nog één level hebben en dat is volgens mij de flight level. Even kijken hoor, gids. Vredestichters, woestijngevaars en Dr. Champ. Ja, we hebben hier nog één level te gaan en dat is de flightroute. Ja, Daaf, de zout is real. Kan ik deze sprong zo halen? Tuurlijk kan ik dat. Nachtvlucht! Ik heb hier zo geen zin in. Ah, ga jij eens dood. Maar goed, die bewaar ik dan voor de volgende aflevering. En in de volgende aflevering gaan we natuurlijk dan naar wereld 3. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering van... Spyro spelen. Spyro, het draakje in het Nederlands. Hoe dat de serie ook heet. Ik weet het gewoon niet. Maar ik dank jullie voor het kijken. Wil je een keertje zelf aanwezig zijn bij de livestream? Link staat natuurlijk in de beschrijving. Hoe dat je bij de livestream Twitch terecht kan komen. En niet te vergeten, je kunt ook bij onze Discord terecht. Waarin dat we het altijd heel erg gezellig hebben. En altijd leuke updates hebben. Dus die link die staat ook in de beschrijving. En voor de rest dank ik jullie voor het kijken. En hoop ik jullie allemaal te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Ik heb het nog een keer gezegd. Waarom ook niet. Doei!